Oh, ah, ja, dat is allemaal... What the fuck? <laughs> we gaan geen carrot juice erin gooien, jongens. Mag nog misschien... Yo, kijkers van de sims! Nou, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Minecraft Agrarian Skies. Hoe je het ook wil noemen. Uh, we zijn weer terug op ons platform. De mobs gaan we helemaal wild van, uh, van het plezier, omdat we net begonnen zijn. Kijk ze gaan, kijk ze rennen. Um, ja. We gaan weer verder met waar we gebleven zijn. Zoals altijd, bijna elke episode. Uh, want ja, je kan slechts weer teruggaan naar waar je begonnen bent. Uh, we hebben hier allemaal nieuwe questen. Helskitje, even kijken. Ja, je moest je boten maken. En daar had ik dus een bucket voor nodig. Maar. We hebben ook nog een bucket nodig voor, uh, voor deze kast. Uh, uh, ik heb er nog niet echt naar gezocht. Of zo, <laughs> hoe het werkt. Even kijken. We hebben die iron. Er zit één iron in, dat weet ik. Maar. Ja, ik ben zo dom om die niet in de furnace te doen, waardoor uh, dit hier uh, dat ik nog geen uh, tin cast ding heb of zo. Het kan niet met koppen. Aluminium volgens mij wel. Nope. Um, nikkel. Oh, nikkel, nikkel, nikkel. Kom je? Ook niet. Shit, shit, shit. Platinum hem ook niet. Nee. Kijk, wat ook nog meer. Uh, lead. Het scheidziek van. We gaan even een beetje gravel nog uh, siften. Want. Oh shit, want dat hebben we nodig. En hopelijk vinden we een Emerald. Waardoor we gelijk die autonomous activator kunnen maken. En hopelijk vinden we ook Iron uh, dus, dat we dat handmatig in de furnace kunnen doen. Waardoor wij een bucket kunnen maken. En uh, die kunnen wij overal van gebruiken om lava bij te vullen en om melk te maken. Of eh. Uh, melk te krijgen van de koe, om daar weer boter van te maken en daar weer quests voor te kunnen completen. Completen, ja. En mijn is het vol. Oh, we hebben hier al één iron, nice. Even kijken, dit kan weg. Ik doe het gewoon eventjes weg, want... Dan ...heb ik meer ruimte. Die kan weg. Die kan ook weg. Ehm... Uh, ik ga eventjes send dus. Of eh, uh, eh, shiften. Kijken wat daaruit komt. Limestone. Oké, okay, nice. Uh, ja, als cent kun je verschillende dingen krijgen. Ik zou niet weten wat je wat je nog meer kan krijgen. Oh, wat? Quartz. Ik zou niet weten wat je nog meer uit kan krijgen. Volgens mij hebben we al wel wel seeds of iets. Of dat is dirt, maar dat weet ik niet. Even kijken wat hebben we allemaal van leuke aparte dingetjes. We krijgen allemaal één steeds kleiner. Laat we zeggen als jij uh, vier van die dingen uh, broken koporen uh, combineert en je breekt dat, dan krijg jij dit spul, laten we zeggen. Maar hier krijg je het al gelijk zonder te breken. Nou, als je deze stage kipt, dan heb je wel minder kans om extra dingen te verdienen. Maar ja, het werkt. En ik had het nu toch in mijn inventory. Dus het was eigenlijk voor de. Uh, hoe heet het? Voor de crowd. Maar daar hebben we nu toch niet meer nodig. Ja, we kunnen nog wel één laagje omhoog. Maar daar hebben we niet zoveel aan nu. Want. Aangezien ik <laughs> nog niet eens één. Uh, wil je dit één keer kunnen maken, waarom zouden wij moeilijk doen nog er drie? Oh, what the fuck? Een exotic seed en een sagaro fruit. Die is used in... Cactus fruit. Oh, dat is gewoon food, volgens mij. Ja, oké. Okay, die doen we toch... Oh, shit. Die doen we toch hierin. En deze, waar is die in geused? Seed soup. Ik ga het gewoon proberen, jongens. We gaan hem neerzetten. Oh, jungle. Oh, dat zijn gewoon jungle saplings. Oh, nice. Maar we hebben die ook... Volgens mij hadden we die allemaal, dat weet ik niet zeker. En dan kunnen we de cacaobonen op laten groeien. Dat is wel vet. Ik ga even bij de mob van kijken, aangezien de helft nu toch verbrandt. Schuld mij dat weer een beetje slaan. Ik moet niezen, maar ook weer niet. Ah, <laughs> oh, mini-zombie's. Kijk dan. Nu zijn ze wel hartstikke dood. Maar ik heb ze wel gezien. Rustig aan creepers. We gaan die vandaag niet opblazen. Uh... Oh shit. Oh, <laughs> nog meer creepers. Uh, ik heb. Twee creephoofdjes, een paar bones. Die kunnen we gebruiken om weer meer wortelsap te maken. De deur gewoon dicht voordat ze weer ontploffen. Want uh, de vorige keer, toen ze ontplofte vlog ik 10 meter naar achter. Ja, ga jij op het hoekje staan, vieze, vieze flikker. Gaat hij een mooi om het hoekje kijken naar mij hoor. Gelukkig, toen spinnen overdags niks, dus dat scheelt weer. Anders had ik nog uh, 80 van die dingen op mijn hoofd gehad. Daarbovenop. Dat heb ik extra zo gemaakt zodat ze niet naar onder kunnen vallen, zodat ik daar gelukkig veilig sta. En er is wel wat te doen om uh, bijvoorbeeld een soort van overhang te bouwen. Een soort van op de kop L-vorm. Dus laten we zeggen, stel. Uh, dit blokje laten we hierboven, hier. Dat kan nu niet, omdat het gravel is. Maar alleen dit blokje en deze zijn weg. Dan kunnen ze omhoog, maar dan zitten ze hieronder vast. En dat scheelt weer. Dat is wel handig. Maar uh, ja, ik, ik heb dit nu zo gemaakt dat die spinnen me toch niet kunnen pakken, laten we zeggen. Dus, om hoeven we ons niet druk om te maken. En hier is weer een pumpkin gegroeid. Volgens mij heb ik die laten staan voor de volgende keer. Dat weet ik niet zeker. Um, we waren bezig met dit hier. Ah, Stolenbal. Haartje <laughs> uh, erin. En hebben we er al drie? We hebben klooster, maar dat hebben we volgens mij niet. En die gaan we nog een beetje rommel dompen. Dompen. Dumpen. Niet dompen. En die kunnen er allemaal in. En, en die kan hier blijven. Want die hebben wij hier gesorteerd. En. Even kijken. Die kan hierin. Dan ga ik ga nog eventjes snel doorklikken. Ik weet dat het niet al te uh, leuk is. Dat het niet saai is, maar dat moet ook een keer gebeuren. En je hebt ook van die mensen erbij. Kijk, stel ik skip dit, hè. En ik krijg in één keer een emerald. Ja, die heb je gecheated dat, dat kan nooit. En uh, dat wil ik dus voorkomen. Uh, even kijken. De laatste. Even kijken. Wat hebben we voor luxe tussen zitten? Appetite. Gold. Oh, een gold halen we volgens mij ergens van nodig. Oh, hier kunnen we ook al gold maken. 1, 2, 3, 4. hier kunnen we kopper maken. Zilver or. Ja, weet je wat? Ik ga gewoon even googlen. Hoe je die... Uh, been, uh, kijk, brass dingetjes maken. Uh, agrarian skies. Brass voor... Uh, hoe is het nou? Voor de oven. Smelterie. <laughs> Smelterie. Smelterie. Oké, okay, ik heb mijn wiki hier. We gaan even kijken. Oh, en de VitaBees wiki ligt eruit. Heel fijn jongens, heel fijn. Dank jullie wel dat jullie me willen helpen. Uh, we gaan even de gold uh, bakken. Of pagina reloaden. Nee, de VitaBees wiki ligt er bij mij uit. Helemaal fijn. Komt net fijn uit, weet je wel. Dat, uh, yeah, die site is altijd. Maar als jij hem wil gebruiken en je hebt hem nodig. Nee, dan gaan we stoppen jongens. We gaan stoppen met werken. Altijd fijn. Eh, uh, invar. Kan dat, kan dat niet? Nee. Oh, ik baal hier van. <laughs> gold. Kan, ja, als ik gold hier inzet hè. Ik, weet, ik snap dat ik het niet uh, had moeten bakken. Ah, trouwens, we hebben hier geen lava, dus ik kan het ook niet gebruiken. Maar we hadden gold wel nodig voor iets. En, maar ik weet. Ja, ja, het kan wel uit gold. Shit. Weet je wat, we gaan gewoon een nieuwe bucket maken. Volgens mij is een klein bucket geen porselein alleen klei. Nee, nice, 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 nice. Die hou even daarin. En dan kunnen we die gebruiken om de lava wat hierin zit. Kunnen we in de, uh, tijdelijk daarin doen. En dan kunnen we de iron casten. En ik weet niet of één gold ingot genoeg is. Laten we het hopen van wel. Even kijken, dat kan hierin. in. Had ze flats. Die kunnen allemaal eventjes uit, want gold heeft prioriteit. Oh, hij. is... Oh, ja, maar wat fuck? <laughs> we gaan geen carrot juice erin gooien, jongens. Het mag dan misschien wel oranje lijken, die lava, maar uh, carrotjuice is niet zo handig om uh, in de smelterie te gooien. <laughs> en we gaan even popcorn maken. Want ik heb wel zin in popcorn. Ah, oh, er zit nog een visje in. Nice, cool. Uh, hier, hier zijn de bomen heel erg gegroeid. Zie ik al wel. Dus ik ga even hakken, want we gaan binnenkort ons huisje maken. Uh, want dat is, ja, dat is wel belangrijk. Tenminste, dan kunnen wij onze rommel kwijt, kunnen we een beetje alles sorteren. En we kunnen er van alles doen. En ik heb al een sapling gekregen. Dat is dat schilder op die kant hebben te staan. Even kijken, hoe ver is het gold? Bijna, bijna. Oh, je ziet, je ziet hem ook echt als een gold block. Zie je dat? Daaronder? Vet. En je kunt hem ook zien. Kijk, half. Daar zie je dat. Kom op jongen, laden. Of ja, smelten. Wat je ook wil doen. Hé, melon. Daar ga ik eventjes... oh, even. zeven. Holy shit. Dan ga ik even melon juice van maken. Zo. Even lekker een melon sap juice. Uh, heet, ja, Melon. <laughs> Even kijken, gold. Electrum. Holy shit. we wil niet zeggen dat het gold Electrum is geworden, hè? Oh mijn god. <laughs> Ach ja, uh, de volgende keer ga, ga ik jullie beloven dat ik het op ga zoeken hoe het werkt. Uh, ik wist dus wel, normaal heb ik altijd geluk dat het samenkomt, en dat je weet hoe het werkt. Maar, maar ik blijkbaar niet, want ja, hè, per volg, <laughs> Uh, ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze episode. Uh, ja, als je het leuk vond, laat een like achter. Abonneer even op de Dutch Drums en op de Build Week. En dan zie ik jullie in de volgende episode. Ciao. Yo!